Augustus vraag van hoe de reorganisatie tussen medewerkers en leidinggevenden gaan worden. Hoe vraagstukken zijn van hiërarchie, van autonomie en allerlei vragen die erom zitten. En misschien zitten daar ook nog wel weer andere vragen voor. Nou, dat is, we komen daar straks, komen we er nog wel een keer op terug. Conclusies uit de praktijk, ook maar even aan de voorkant, we maken dan wel een volgende. Dat is ook wel leuk. De illusie dat de top alles kan sturen en beïnvloeden. En we gaan dan ook een manier zetten dat dus de interim manager moet ook niet de illusie hebben dat hij kan. De oorzaken van slecht weer liggen vooral intern. Fixatie te eigen gelijk. De realiteit niet onder ogen durven zien. En stinkende zaken niet bespreekbaar maken. Ja, daar zal het woord voor van de stilte is zwanger van. Dus als je nou in een organisatie komt. En dan een vraag aan de mensen daar, waar praten jullie dan niet over? Dit is de eerste heel dom aan te kijken. Het ene is 5 minuten gedaan. Waar praten jullie niet over? En de grap is, binnen 5 minuten heb je een heel mooi lijstje op zo'n whiteboard staan. En daar gaat het over. Het gaat dus niet over wat men zegt. Dus het zoeken naar de gebieden, waar het zit, het ontbreken van duidelijke kaders. We hebben in heel veel onderzoek, komt er bij. Dat die jongens in de praktijk het gewoon niet doen. Waarom doen ze het nou niet? Ja, omdat die bovenbazen niet vertellen wat er eigenlijk gedaan moet worden. Die zijn dus bang om hele heldere kaders mee te geven. Ik vind het wel leuk, Frans schreef net even aan, dus een opdracht is aan het doen. Dat hij bijna 2 maanden bezig is om de opdracht helder te krijgen. Bij God, waar was die club voor? Dat is toch niet te veel? Denk ik niet. Maar dat, daar zit dus in heel veel organisaties een heel ernstig probleem. En nu zie je bijvoorbeeld de hele ontwikkeling van zelfsturende, zelforganiserende teams. Ze moeten niet zelf sturen. Zie je hetzelfde vraagstuk. Dat als je ze geen helder doel mee geeft. En niet een minimale structuur. En een minimaal stukje organisatie. Dan gaat het fout. Nou, toezichthouders en management. Er weinig aandacht voor de uitvoering. Die zitten allemaal in de logica van het managementproces, in de logica van het primaire proces. Dus de eigen logica waar ze in zitten. Aandacht voor de kleine afwijking komt nog wel terug. Maar nou, ik zou meteen een kleine afwijking. Managers die willen groot lijnen. Goede visie hebben. En vergeet die kleine dingen. Maar in de wereld waar we nu leven, zijn die hele kleine dingen. Die gaan bepalen wat er gebeurt. En als u daar niet vroeg bij de zicht op bent, dan is er al een veenhand aan de gang. Of iets aan de gang zonder dat u het in de gaten heeft. Dan kunt u het boek van White en Sutley maar eens op nalezen. High Reliable Organizations. En die geeft dus allerlei adviezen voor interventies die niet de klassieke interventies zijn die op een managementschool is. Precies het tegenovergestelde. Nou, dat is van belang. Nou, de weinig spontane georganiseerde tegenspraak is er. Er wordt veel gedacht in regels en te weinig aandacht voor het feitelijk gedrag. Dus als je die regels nog even neemt in het grote denken, want ik probeer eerst even een paar grote kaders neer te zetten, is dat wij heel erg sterk leven in een rule-based cultuur. Rules, dus allemaal regels. De overheid geeft steeds meer regels. En die regels die worden steeds verfijnder. En we hebben de andere kant, hebben we het vraagstuk van de principle-based organisatie.